Na de turbulente week van deze week bij AA Gent, na de wedstrijd tegen Waasland Beveren, sprak onze voorzitter Ivan de Witte vanavond net voor de wedstrijd tegen Anderlecht de supporters toe. En er kwam ook een verontschuldiging van Mboyo. Eerst en vooral bedankt voor het geduld dat jullie hebben en die jullie aan ons willen geven om onze club weer op het goede spoor te brengen. En ik beloof u dat we in de komende weken, ook vanaf morgen, er alles zullen aan doen. En vanavond er ook alles zullen aan doen om onze club en onze ploeg weer op het juiste spoor te brengen. Meer nog, tijdens de winterstop zullen we absoluut de nodige mooie versterkingen aanbrengen, zodanig dat jullie terug vier kunnen zijn op de Buffalo's. Buffalo's, wij gaan ervoor en u kunt op ons rekenen. Beste vrienden, meer nog. Vorige week zaterdag is hier op dit terrein iets gebeurd die wij als club onaanvaardbaar achten. En ik zal samen met de betrokken spelers u bewijzen dat wij u absoluut in ons hart dragen en u willen respecteren. Jullie zijn onze voornaamste club in de toekomst van de club. Bedankt daarvoor en bedankt dat jullie de excuses van de betrokken speler en Mboyo Pelé willen aanvaarden. Hij zal nu in vraag op vraag van mezelf tot u het woord richten. Ik bied aan alle Buffalo supporters mijn excuus aan. Mijn reactie was een fout en dit zal niet meer gebeuren. Ik hoop dat iedereen de ploeg zal blijven steunen. Bedankt. Een aantal zaken doorgesproken en okay, hebben we gezegd, samen met het bestuur van de voorzitter had gezegd van ik ga een aantal zaken zeggen en Mboyo heeft dan zich openlijk geëxcuseerd en ik moet zeggen, is heel goed ontvangen door de supporters en dat was super. Ze hebben van de eerste tot de laatste minuut achter ons gestaan en zelfs toen Mboyo werd vervangen kreeg hij een open doekje en dat is klasse dat er in het leven fouten gebeuren en reacties die misschien onnodig zijn. Maar dat je daar achteraf dan de spons kan overvegen en verder kan gaan. Vooral in functie van AA Gent. En daar zijn we heel blij mee.